Ruud Brood, gefeliciteerd tweemaal met je verjaardag en met de overwinning. Maar waar moet ik je nou het meest mee feliciteren? Nou, je doet het net goed met allebei. Maar vandaag is gewoon wedstrijddag en daar ligt de focus. En dan zijn we blij dat we gewonnen hebben en ja, we zien ook wel dat, dat het ook wel eens tegen kan zitten. En dan moet je een andere manier van spelen hanteren. Nou, uiteindelijk hebben we dat denk ik wel de tweede helft gedaan. Was NEC, om het maar hard te zeggen, in de eerste helft slecht? Ja, we hebben in balbezit absoluut verkeerde keuzes gemaakt. Eigenlijk heeft FC Den Bosch sterker gemaakt door de bal in het middenveld snel te verliezen of op de zijkanten. Ja, en dan gaan zij in de omschakeling. Dat doen ze goed. Maar goed, je zag al de waarschuwingen. Bal op de paal, dat gaf al aan in de 16 meter kappen en draaien. Dat soort dingen. Maar slordig in balbezit en ook in het verdedigende. Ja, dan moet je strijd dan maar geven en de tweede bal pakken. Nou, dat deden we ook niet goed. Dus de eerste helft was inderdaad niet goed. Toch ga je met een voorsprong de rust in. Na eigenlijk een briljant verjaardagscadeautje. Want het rook een klein beetje naar buitenspel. Ja, dat idee had ik ook. Ik moet het nog terugzien. Maar het ging vrij snel. Compliment aan Joshua, onze keeper, Smits. Hele snelle omschakeling. Nou, dan karambeleert daar. En ja, oké, Sjoerd maakt het mooi af. Dus dat is goed om te zien. Maar ja, dan ga je rusten. En dan is dat ook het positieve. Dat je met een voorsprong toch rust. En dan kan je met elkaar zeggen van oké, hoe gaan we dat de tweede helft doen? Ja, dan is dat op zich niet zo moeilijk. En dan willen we ook verder druk zetten. Vandaar ook de wisseling met Santos. Wat zeg je dan tegen jongens in de kleedkamer? Want je bent eigenlijk niet tevreden over de eerste helft. Maar je staat toch voor. Dat is heel tegenstrijdig. Ja, dat is ook moeilijk. Dan moet je ook met de groep de balans zien te vinden. Je kan in je emotie ze aangeven. Nou, heel kritisch. Dat je blij mag zijn dat je voor staat. Dat is het positieve. Maar tegelijkertijd geef het aan. Ja, dat we het niet goed hebben gedaan en dat het beter moet. Willen we ons publiek achter ons krijgen, die trouwens heel fantastisch was. Ook in mindere periodes toch achter NEC bleef staan. Maar dan zag je wel het verschil. Eerste kwartier na rust en voor rust. Ja, dat heeft niet alleen met Santos te maken. Maar dat heeft gewoon te maken dat je echt wil. En dat miste ik eerste helft. De tweede helft, heeft dat ook jouw gemoedstoestand en jouw humeur wat beter gemaakt? Ja, absoluut. Als je zo'n goal ziet, ja, dat zie je niet vaak. Zo'n bal, zoals Santos een bal binnenschiet en kopt later. Ja, dat is mooi. We hebben nog wel kansen gehad, zelfs op meer doelpunten. Maar zo wil je ook spelen. Het is jammer dat er een goal tegenvalt. Maar ja, dat moeten wij gewoon afdwingen. Wij moeten laten zien wat we met z'n allen willen. En als het dan even tegen zit, ja, dan gaan we iets meer opportun spelen. Maar dan zie je dat FC Den Bosch ontzettend veel problemen mee had. NEC heeft de lijn doorgetrokken en dat wat jij je afvroeg, kan NEC omgaan met het winnen van die eerste periode? Dat is ja, in zekere zin toch wel bevestigd vandaag. Ja, zij het moeizaam. Hè? Je hebt een periode geen wedstrijd gehad. Jongens met wat klachten. Tegelijkertijd hebben ze dat goed gedaan als je 3-1 wint zonder van die tegengoal. Maar tegen een FC Den Bosch, wat ik altijd wel had gewaarschuwd van jongens, let op, dat is een voetballend team. Laat je die voetballen of raak je snel de bal kwijt, krijgen wij problemen. Is ook gebleken. Ja, en het team heeft het fantastisch gedaan samen met de supporters. En ja, dan ben je natuurlijk blij dat je 3 punten bijschrijft. Want ja, dan hebben we op zich een goed weekend, want de concurrenten laten liggen. En ook nog jarig. Fijne verjaardag nog. Ja, dankjewel. Dank je.